welkom in onze allereerste voorstelling hier, publieke voorstelling in InfoVersum. Een spannend moment was het vanmiddag op het Siboga-terrein. Rond 1:15 gingen daar voor het eerst de deuren van het InfoVersum open voor het publiek. Na maandenlang bouwen aan het Vuldoom 3D-theater kon het publiek gaan genieten van de eerste film, een educatieve kinderfilm. Wat het proces is, wat bomen doen, wat ze leveren, wat ze maken. En er werden ook een paar grapjes in gedaan. En het was echt heel het was echt heel erg leuk. Ik vond het heel indrukwekkend. Ja. Heel mooi. Prachtig met de effecten die het geeft met als je door de tunnels heen gaat van de boom. Dat geeft een daadwerkelijk fysieke ervaring. Ik vond het ook heel leuk en informatief. En vooral voor kinderen ook heel leuk, denk ik. Om daar naartoe te gaan. Wat zijn de reacties die u hoort? Ja, heel positief. En, men is vaak overweldigd door het enorme beeld dat we hebben. Natuurlijk een koepel, hè, waar je helemaal rondom kunt kijken. En dat is toch een totaal andere belevenis. Ik kan het ook niet voor de televisie uitleggen. Want de televisie is plat en bij ons is het een bol. En helemaal rondom je heen. Dus je moet echt komen kijken om te kunnen zien wat het echt betekent. Ondanks dat het vandaag pas de eerste dag was, waren er al veel bezoekers in het koepelvormige theater te vinden. We hebben ontzettend veel belangstelling en dat hadden we natuurlijk ook een beetje gehoopt. Maar we zien ook dat het nou gebeurt en het is geweldig om te zien dat het publiek hier een grote getal aan naartoe komt. We hebben het helemaal zien groeien, het bolletje. En wij noemden het al het eitje. En wij waren heel benieuwd. Wij zeiden zodra de eerste film gedraaid wordt, dan zijn wij van de partij. Ja. Ik ging er eigenlijk heel blanco naartoe. Ik dacht, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. En ik vond het echt prachtig. Indrukwekkend? Ja, echt een belevenis. Het gevoel alsof de zaal beweegt in plaats van de film. Dus leuk. Ik werd echt helemaal duizelig, maar ja. Het was ook echt heel leuk. De bezoekers die vanmiddag de eerste film bezochten, denken nog wel eens terug te zullen komen. Zeker. Het zal even beter worden. Wij gaan zeker nog een keertje kijken. Ook naar deze film. Ja. Vanavond is er toevallig voetbal. Is het ook een mooie locatie om hier misschien die voetbalwedstrijd vanavond te kijken? Dat zou mooi zijn, ja. Wordt hier uitgezonden dan? Nee. Als je die in 3D zou kunnen zien, dan is het net alsof je aanwezig bent. Het is ook wel een van onze dromen. We hebben nu ook een 10 gigabit glasfiberverbinding met het gebouw aangelegd. Dus qua infrastructuur zijn we heel end op streek om ook live te kunnen gaan streamen. En het is zeker ook een van de dingen die we in de toekomst willen gaan doen. Om live uitzendingen of events te kunnen gaan vertonen hier in de zaal. De volledige programmering van het InfoVersum is terug te vinden op de website.